de verwachting snel. We zien het al. Loop ik ook zaterdagavond de Nieuwstraat over, waar allemaal kleine leuke winkeltjes zaten. We zien nu al dichte gordijnen en is alles dicht. We zien vanaf die kant dat de Itz, althans waar die zat, dat het één grote bende met dozen is. We zien zometeen dat de actiesport dicht gaat, dat V&D dicht is. De Dixons, zo kan ik een scala aan winkels noemen die op dit moment de deur hebben gesloten. En we zien uiteindelijk, als je door de Hoofdstraat heen loopt, een paar winkeltjes open, een winkeltje met een mooi gevulde etalage en gaan zo door. En de oranjerie is niet anders. Ja, daar is het ook vrij leeg. Het punt is natuurlijk, wat moeten we dan wel met die binnenstad? Nou, dat is denk ik ook de vraag die ik nu in het college heb gesteld. Zij verwijzen naar het regieplan 2010 en zeggen ze wel netjes ja, bijgesteld in 2015. Maar we zien ook dat daar wel aanpassingen zijn. De detailhandel van vandaag is niet de detailhandel van morgen. Dat verandert. We zien dat internetverkoop met ondersteunende verkooppunten een opmars neemt. Nou, misschien moet je daar wel op inzetten. Ik heb nu het gevoel dat het college met zijn handen over elkaar zit en daar niet actief mee bezig is. En eigenlijk afwacht van, nou, we kijken wat we doen. We zijn niet onderscheidend in de detailhandel in de binnenstad. We doen gewoon wat de rest ook doet en dan komen we echt niet verder. Ja, maar dan toch even de vraag naar jullie als partij. Hoe zien jullie als partij dan? Nou, ik denk dat we misschien wel moeten kijken, van moeten we niet gaan reshuffelen? Moeten we misschien toch niet een stuk winkelstraat gaan afstoten in de komende tijd? En zeggen, een toekomstvisie dat wij onze winkelstraat, de binnenstad, toch iets kleiner en beknopter gaan maken. Zodat je ook die sfeer wat meer terugkrijgt en panden gevuld krijgt. CQ moeten we niet gewoon iemand aanstellen die heel actief de lobby gaat doen om hier ondernemers heen te krijgen. Om te laten zien dat Apeldoorn echt een fantastische binnenstad heeft om daar te gaan ondernemen. Ja, nou loop je al heel lang met het plan en heb je heel lang die wens van een outletcentrum bij Apeldoorn. Moet je nou echt nog aan de A1 komen of zeg je van ik zit hem in de stad? Want dan heb ik mijn toeristen in de stad, ik heb mijn winkels weer gevuld. Nou, ik heb ooit gezegd van hoe een onderzoek wat de effecten zijn van een factory outlet hier in Apeldoorn of erbuiten. Ja, natuurlijk heb ik een kleine wens dat de beste keer deze kant op mag komen. We zien uiteindelijk dat Roermond en Lelystad garen bij spinnen, Assen zo meteen nog meer. Ik weet zeker dat Groningen daar veel last van gaat hebben. We hebben in de fractie ook al over gesproken. Zou de Zwitserlocatie niet een mooi stuk zijn om dat te realiseren? Dan met de verbinding naar het centrum, net zoals in Roermond. Misschien de centraal beheerlocatie wel, voormalig centraal beheerlocatie. Dus wat dat betreft zijn er een heleboel dingen bespreekbaar. Maar wees innovatief. Probeer na te denken van wat we kunnen doen om de binnenstad te verrijken. En ik heb niet het gevoel dat dit college doet. Ik heb toch een beetje het gevoel dat we in het conservatieve Apeldoorn zitten op dit jaar.